het ging wel goed. We hadden voorgenomen om eigenlijk de Luttenberg stevig erin te vliegen. Dat was meteen een goede scratchtijd bij de Fiestas, dus de start was al goed. En de tweede proef was dan die mist wat verder opkwam, maar al bij al hebben we het ook een goede tijd neergezet. Dus ik denk dat we morgen als eerste Fiesta van start kunnen gaan, dus dat is wel mooi. Kijken morgen gewoon, met licht gaan we gewoon weer verder. Fiesta, 11e algemeen en we hebben nog 5 proeven te gaan. Audi doet goed, en, met Eddy gaat het heel erg goed. Ik merk dat we uit Duitsland veel geleerd hebben, dat is toch wel belangrijk. We hebben een lekker tempo en ik ben eigenlijk hartstikke blij.